In eerste instantie was natuurlijk Dick Advocaat kandidaat nummer 1. Die haakt af. En dan ga je kijken wat er verder allemaal rondloopt. En dan denk ik, nou, dan zou hij bij mij een vrij logische kandidaat in mijn ogen zijn. Kan je uitleggen waarom? Heel belangrijk is dat hij heeft een grote carrière gehad. En dat is wel belangrijk als je bij een topclub wil werken, hoor, vind ik. Dat heeft toptrainers meegemaakt, heeft verschillende culturen meegemaakt. Hè. Nou, en dat is denk ik wel belangrijk om, als je later een trainer wil worden, om dan een visie te ontwikkelen. Dan heeft hij al tot nu toe best een aardige ervaring opgedaan in Engeland, maar ook in Nederland, waar hij is gezeten, hebben Redding gezeten, bij Zwolle natuurlijk lang gewerkt als assistent. Ja, en nu weer terug bij Zwolle. En ik denk dat hij nu wel een goede kandidaat zou zijn in mijn ogen. En ook logische misschien, kijk, er zijn andere kandidaten genoemd. Advocaat was volgens sommigen de droomadvocaat. Anderen waren daar zeer kritisch op. Ja. Nu komt Jaap Stam naar buiten. Ja, het is geen Henk Vreese of een Hein van Hazenbroek of andere verrassende dingen. Nee, ja, dan kijk, een buitenlandse trainer, ja, vind ik altijd moeilijk om over te oordelen. Daar zie je te weinig van. En Henk Vreese heeft eigenlijk, zeg maar, een bepaalde pre, omdat het een oud Feyenoorder is. Maar ik denk, ja, ik vind dat moet geen criterium worden. Dat je alleen maar trainer kan worden als je bij Feyenoord hebt gespeeld. Nou, dat vind ik een beetje onzin. Je moet kijken naar de uitstraling, naar krediet. Want dat is heel erg belangrijk bij een club als Feyenoord. En bij een topclub is het belangrijk dat een trainer krediet heeft. En ik denk dat Jaap dat wel heeft gezien, zijn carrière, zijn trainingsopbouw. Hij heeft een uitstraling. Er staat natuurlijk wel iemand langs de lijn als hij er staat. Hè? Zo 1,90 en een kilootje of 95. Misschien wel 100 nu. Sorry Jaap. Maar er staat wel iemand. En dat vind ik wel belangrijk. Het is raar. Hè? Hij is natuurlijk groot geworden bij PSV. Maar United natuurlijk ook bij Ajax gespeeld. Maar qua uitstraling past hij eigenlijk wel bij Feyenoord. Ja. Kijk, Jaap is een no-nonsense voetballer geweest. Was een van de beste verdedigers ter wereld. Geen show eromheen, weet je wel. Hij deed zijn werk. En hij had het voor dat hij altijd naast een speler speelde. Die moest dan gaan voetballen, maar hij kon zelf ook goed voetballen. Want hij kon die bal ook op je stropdas neerleggen. Alleen staat Frank de Boer naast, je laait vaak aan hem over. Maar als je kijkt wat voor niveau hij speelde. Hij wordt een van de beste verdedigers die Nederland ooit heeft gehad. Maar ook zijn hele houding is, ja, die zou in mijn ogen bij Feyenoord passen. Het is gewoon een normale gozer. Hè? Het is gewoon Jaap en Jaap is Jaap. Geen gekke dingen zeggen en zo. Nee, ik vind het prima vent. Het is niet lang geweest, maar 3 maanden lang was hij jouw assistent bij Zwolle natuurlijk. Ja. Hè? Wat voor indruk maakte hij toen op jou? Nou, een hele gedreven indruk. Hij kwam bij mij toen, er waren wat problemen met mij bij Zwolle, weet je wel, met het bestuur. En toen is Jaap erbij gekomen. En ik wilde graag iemand erbij hebben, weet je wel, waar je op terug kan vallen. Ik had Klaus Boekwerth, dat was een geweldige assistent. En toen is Jaap erbij gekomen. Ik wilde wat meer gewicht, weet je wel, in de technische staf. Ook richting het bestuur. Maar ja, de verhouding, de relatie van mij en het bestuur was dermate vertroebeld. Dat was eigenlijk een Mission Impossible 5, geloof ik, is het nou intussen. Maar ik heb in die 3 maanden met Jaap gewoon heel fijn gewerkt. Heel gedreven, ook geïnteresseerd, weet je wel. En wat je nog wel merkte toen was dat hij, ja, het liefst eigenlijk nog mee voetbalde in een partij of in een positiespel. Want hij was natuurlijk net gestopt als voetballer. En dan wil je allemaal graag voetballen. Ik zou het ook nog liefst iedere keer mee willen doen. Maar dat kan niet, weet je wel. Dat gaat gewoon niet meer. Maar bij hem ging het wel, want hij deed al mee in een partij. Ja, dat speelde hij zo goed dat ik zei, Jaap, kan je niet even een jaartje nog bij ons mee voetbal. Hij was gewoon elke keer de beste met 2 vingers in zijn neus. Maar je kon toen merken dat hij heel gedreven was. Weet je, ook in zijn coaching veel eisen. Hij was assistent. En assistenten zijn meestal wat terughoudender, weet je wel zo. Maar dat was bij hem niet hoor. Hij zat er bovenop en je zag ook dat spelers dingen van hem aannamen. Maar dat heeft ook te maken met zijn carrière. Nu zijn er veel oud-spelers die, al was het maar omdat ze misschien geen opleiding hebben of niet een andere wereld kennen dan de voetbalwereld, toch wel iets van training gaan doen bij jeugd of wat dan ook. Ja. Soms zijn het niet misschien echt geboren trainers. Heb je een indruk dat Jaap Stam dat misschien wel is? Had hij hem toen misschien ook al als assistent bij jou dat je wel een bepaalde voetbalvisie kon ontdekken? Nou, kijk, je weet nooit of iemand een geboren trainer is. Toen ik voetbalde, ja, had ik ook nooit het idee ik wil trainer worden. Ik zag die ellende bij al die trainers, hè, bij Feyenoord en Ajax. En vooral Ajax was er ook. En denk, daar wil ik helemaal niet aan beginnen, man. Weet je, elke keer door mensen die onbetrouwbaar zijn op een zijspoor gezet worden.
Maar dat voetballen, dat trekt zo. Toen ben ik begonnen bij de amateurs. Ik vond het zo leuk. Ja, en dan gaat het verder en verder. Ja, ik heb er nooit spijt van gehad. En ik denk dat bij heel veel spelers die willen in het voetbal blijven. Want het verdient ook aardig, hè? Dat moet je niet vergeten. Maar het voetbal is ook heel leuk. En je moet daar in de loop der jaren achterkomen of het wel jouw ding is. Hè, kan jij een elftal beter maken? Heb jij een goede visie? Kan je mensen overtuigen van jouw visie? Hoe ontwikkel je je visie? Hè, dat is natuurlijk wel dingen die in de loop der jaren komen. Daarvoor zeg ik altijd, trainersvak is een ervaringsvak. In het eerste jaar doe je andere dingen dan na 10 jaar. He, dan in het begin doe je heel veel dingen die je van een oud trainer hebt gezien. Pik je gewoon heel veel dingen en daarna ontwikkel je je eigen visie. En op een gegeven moment, ja, dan ben je zover dat je denkt, ja, als ik zo wil voetballen, gaan we zo gewoon werken. Ja, dat is ervaring. En Jaap heeft nu een aantal jaren, is hij trainer, assistent geweest, trainer geweest. Dus. En ik zeg altijd, als je goed genoeg bent, ben je ook oud genoeg. En dat geldt ook voor een trainer, dat geldt voor spelers. Als jongens zijn 16 jaar die spelen in de eerste en de ander is 24 jaar als hij in de eerste komt. En Jaap is een trainer die met een behoorlijke ervaring, die in mijn ogen alleen maar kan groeien als trainer. Want met assistentschap Zwolle, met Jong Ajax, met Reading, nu Zwolle. Reading natuurlijk op een haar na promotie naar de Premier League. Ja. Dat is, denk jij, wel genoeg voldoende ervaring om bij Feyenoord aan de slag te gaan? Ik denk van wel, want wat is genoeg? He, want je ziet trainers die al heel lang meelopen, zie je vooral eigenlijk in Engeland, nemen ze het even over en die worden na 3 maanden ook weggestuurd, omdat het hun ook niet lukt. Dus dan zegt ervaring, zegt dan ook niet veel. He, ik denk dat kwaliteit het allerbelangrijkste is. En ja, ik denk dat Jaap beschikt over een aantal kwaliteiten om prima bij een club als Feyenoord te horen. Nu had Martin van Geel zo'n lijstje met waar een trainer aan moet voldoen. Ervaring stond bovenaan. Hij moet uitstraling hebben, autoriteit, overwicht. Nou, lijkt me met Jaap Stam wel goed te zitten. Hij moet het spel verbeteren. Hij moet krediet hebben. Nou, krediet zal misschien ook wel goed komen, ook al is hij geen oud Feyenoorder. Maar hij moet ook vooral met jeugd aan de slag. Talentontwikkeling, hè? Want Feyenoord heeft niet het geld om grote jongens te halen. Maar het moet allemaal. Het is ook een moeilijke plek om in te stappen misschien wel. Heeft hij dat, denk je, in zich? Heeft hij dat opgedaan misschien bij Jong Ajax? Ja, maar hij heeft natuurlijk bij Jong Ajax gezeten. Dat is natuurlijk al sowieso al een voordeel. En talent ontwikkel je niet alleen bij Feyenoord, maar ook bij Zwolle. Hij heeft een periode bij Zwolle gehad dat die assistent, dat ze ook jonge spelers hadden. Nu hebben ze ook weer een aantal jonge spelers. En ik denk dat talentontwikkeling, dat doe je in de jeugd. Dan ontwikkel je de talent. En bij de senioren ga je ontwikkelen als senior. Dan word je van talent, word je gevestigd te spelen. En ik denk dat hij die kwaliteit wel heeft. Want wat is nou eigenlijk een speler beter maken? Dat is eigenlijk dingen zeggen die je ziet, waarvan je denkt, hey, dat moet op die manier, dan gaat het beter. Maar het belangrijkste nog steeds is dat spelers het op gaan pikken. Ik heb in het verleden tegen spelers van 1000 keer hetzelfde gezegd. Als ze het niet oppikken, ja, heb ik mijn best gedaan. Maar dan zit het er gewoon niet in. Dus de kwaliteiten van de speler zijn in deze wel het allerbelangrijkste. Maar het voordeel wat Jaap heeft is, gezien zijn achtergrond, maar ook gezien zijn uitstraling, dat spelers het misschien iets sneller opnemen. Weet je, om eerder bereid zijn om op te nemen dan iemand anders met minder uitstraling. Onlangs won hij natuurlijk van Feyenoord met PEC. Kan jij zijn handtekening al een beetje zien, ook in het spel van Zwolle? Of je hebt hem ook natuurlijk al gevolgd bij Reading, dat soort dingen. Heb je een bepaalde signatuur van Jaap Stam? Nou, de eerste wedstrijd die ze speelde tegen Feyenoord, zag je wel een agressief Zwolle met veel beweging, veel diepgang, snel storen. En dat heeft hij in andere wedstrijden ook gehaald. En ja, de laatste keer tegen de Graafschap was het 0-3. Ja, oké, die wedstrijden zitten er ook tussen. Het is geen Ajax of PSV, het is nog steeds Zwolle. Maar je kwam van een hele moeilijke positie, is hij aardig opgeklommen. En zijn taak is om zijn veilig te spelen, dat gaat hij ook wel doen. Maar je ziet wel, ik zag het positiespel was goed. Maar vooral de agressiviteit in de manier van spelen. Maar vooral de beweging vanuit je middenveld. Veel diepgang, veel diepte in je spel. En het niet alles naar de bal toe, maar vooral diepte. En dat vond ik wel belangrijk. En ik denk dat dat een verschil was met Van Schip. Dat de jaar kwam er veel meer diepte in het spel en agressiviteit. Dus dat is wel terdege zijn werk geweest. Dan moet hij Van Bronckhorst opvolgen. En nou, je kan 1000 dingen zeggen van Bronckhorst, maar het is een prijzenpakken puur zang. En laten we eerlijk zijn, de realiteit van Feyenoord is dat er in de verste verte niet de middelen is om echt met Ajax en PSV te concurreren. Ja. Natuurlijk wil je meedoen om de prijzen, maar het verwachtingspatroon strookt eigenlijk al jaren niet met de realiteit. Het is niet echt makkelijk voor hem om in te stappen. En zeker nu hij eigenlijk vooral met talenten aan de slag moet gaan. Nou ja, het wordt natuurlijk moeilijk om meer prijzen te pakken. Want ze hebben 2 bekersloop gepakt. Kampioenschap en ik dacht 2 keer je kruisschaal of zo. Dat zijn best een hoop prijzen. En voor een club als Feyenoord die al jarenlang niet veel meer gewonnen had. Dus dat betreft,
weet dat, zal dat moeilijk worden. Ik denk dat vooral de winst moet gaan liggen in het feit dat Feyenoord beter gaat voetballen. Herkenbaarder gaat voetballen. He, dat de mensen gaan zien, zo willen we spelen als we de bal hebben en zo willen we spelen als we de bal niet hebben. En dat is moeilijk, maar daar zal denk ik de grootste uitdaging liggen. En als dat verbetert, ga je ook prijzen pakken. En dan is hij, wat jou betreft, zou hij zomaar de goede man kunnen zijn? Ja, het zou zomaar kunnen zijn. Maar er is niet zo veranderlijk als de voetbalwereld, hè? Nee. Dat is ook, je ziet hele grote namen sneuvelen. En dat kan je ook niet voorspellen. Hè? Koeman in Engeland, weet je wel, bij Everton, denk je, ja, is toch een grote naam. Het is goed daar gedaan, en sneuvelt toch. Dus alles valt in staat met het resultaat. Maar ik denk dat hij wel een voetbalvisie heeft om Feyenoord verder te brengen voetballend. Heeft hij ook, denk je, het tactisch vermogen om wedstrijden te veranderen? Dat is vaak kritiek geweest op Van Bronckhorst nu, hè? Dat hij... Ja, ik zie al twijfelen. Je moet ook de middelen hebben om dingen te kunnen veranderen. Kijk, als het niet draait, dan moet je ook op de bank spelers hebben die een wedstrijd een wending kunnen geven. Vaak is dat niet zo, want je stelt je beste elftal op. Dus wat op de bank zit, is in jouw ogen toch minder dan wat in het veld staat. En om dan iets te veranderen, ja, kijk, met Van Bronckhorst, die wisselde vaak een spits voor een spits. Ja, dat was tegen PSV, was het niet Jurgensen en Van Persie, maar dan was het Jurgensen of Van Persie. Ik had graag gezien, als hij 2-0 achter staat tegen Ajax, dan moet je iets gaan doen, weet je wel. En dan kan het 0-5 worden. En dan is de afweging, ja, is dan 0-2 beter dan 0-5 als je er misschien alles aan had gedaan, hè, om toch het resultaat te beïnvloeden. Maar dat is een keuze van de trainer die je maakt. En ik kan me voorstellen dat 0-5 niet zo'n goed resultaat was geweest. Maar ja, ik had misschien wat meer risico genomen. Tot slot, veel gaat afhangen natuurlijk van die kwaliteit van die spelers. En nou geloof ik heus wel dat Somerville, Kukçu, Azarkan, dat zijn allemaal goede voetballers, geloof ik. Maar talenten van de kwaliteit van misschien een Gravenberg of zoals Frenkie de Jong was, of Malen of Gakpo of Iataren zie ik nou bij PSV. Het lijkt erop dat ook qua talenten Feyenoord en Ajax er nu wel echt een stuk beter op staan. Ook dat is pittig voor Jaap Stam. Natuurlijk is dat moeilijk. Kijk, ik hoor ook al die namen, weet je, de beste opleiding van Nederland, weet je wel. Nou hecht ik daar nooit zoveel waarde aan, want jaren geleden was Ajax geloof ik al 15 jaar achter elkaar de beste opleiding van Nederland. Toen leefden ze ook, ja, van Bergkamp, Van der Vaart, Sneijder, ja. En dan werd het daarop beoordeeld, hè. Werden alle elftallen kampioen. Daarna werd Feyenoord kampioen, werd dat de beste opleiding. En denk ik, is dan de opleiding van Ajax ineens slechter? Nee, de kwaliteiten van de spelers waren niet meer dermate zoals Sneijder en Van der Vaart. He, dus daar hecht ik niet van waar dan. Ik kijk naar wat voor spelers brengen ze voort. En Feyenoord heeft heel veel spelers, verdedigers. Van Beek, Karsdorp, Kongolo. Martins Indy, De Vrij kwamen ervoor. Ja, Martins Indy, De Vrij. En De Vrij was in mijn ogen, zeg maar, niet een echte typische Feyenoord-verdediger. Typische Feyenoord-verdediger vind ik Martins Indy, Kongolo, Van Beek en de Kar. Dat zijn bikkelaars, weet je wel. Knokken, fysiek sterk en dit. Maar De Vrij kan ook heel goed voetballen daarnaast. En dat zie je dan, vind ik, in mijn ogen veel te weinig. Dat je dat soort spelers, verdedigers doorkrijgt, die heel goed kunnen voetballen. Maar ook op het middenveld mis ik gewoon veel creatieve spelers. Ik vroeg Fleekje aan een Feyenoord supporter. Ik zei, noem eens drie spelers, drie hele creatieve middenvelders van de laatste 10 jaar. Ja, daar moeten ze heel lang over na gaan denken. En dat vind ik wel een probleem. Je hebt nu Kokzu, je hebt nu, Ayoub misschien? Nee, Ayoub is ook, toen hij kwam aangegeven, vind ik geen speler voor Feyenoord. Mis dynamiek, mis power, mislopen, mis omschakeling. Is een leuke speler voor Utrecht, maar dat is anders dan Feyenoord. Feyenoord is van Utrecht. Maar Toornstra is ook niet echt de creatieve speler. Nou, ik vond, als je Klaasie en je hebt Toornstra en Vilenje op middenveld staan, vind ik Toornstra nog degene met de meeste creativiteit. Ja, van die drie wel. Van die drie, dus dan vind ik het, ja, het is geen Frenkie de Jong. Maar ik vond het van die drie wel met creativiteit. En wat hij ook nog eens een keer heeft, hoor, zoals voordeel, ja, die heeft twee paar longen. Hij was de aanjager van de druk zetten op een tegenstander. Dat miste hij eigenlijk gisteren tegen hem ook een beetje. Maar oké, dat is een keuze van de trainer. Maar ik vind dat. Ik hoop eens dat ze een keer, dat ze spelers voor gaan brengen, weet je, waar je graag naar gaat zitten kijken. En niet te veel dezelfde type spelers. Ik zou eens een geweldige creatieve middenvelder willen zien. Weet je, die het spel kan bepalen, die met een geweldige passing en een eerste aanname waarvan je je vingers aflikt.
En dat mis ik, maar ik hoop dat die jongens eraan gaan komen. Maar ja, dat je dit zegt, ja, misschien wordt dat ooit Wouter Burger, hoor. Het zou zomaar kunnen, maar dat je dit zegt en dat je dat mist, bewijst wel dat de taak die nou op de schouders van Jaap Stam ligt, heel fors is. Ja, maar misschien kan Jaap dat laatste duwtje geven. Dan moeten die jongens, als ze doorkomen in de eerste selectie, hè, en als hij ze een kans geeft, dan moet je natuurlijk ook wel afwachten. Hè. Is hij bereid om de jongens een kans te geven? Ik denk van wel. Hè, want ik denk dat het bij Jaap niet uitmaakt of hij nou al 10 jaar de eerste speelt of helemaal niet. Het gaat om kwaliteit. En als hij kwaliteit in een jeugdspeler herkent, gaat hij hem ook opstellen. Een jeugd kan zich pas manifesteren als ze een kans krijgen. En je zag die Koksu even een keertje, ik loop bij Emma uit of zo. En vervolgens zie je hem de hele tijd niet meer. Dan denk je, ja, wat is die dan niet zo goed als ze zeggen? Hè, of krijgt hij gewoon geen kans? Ja, je hebt natuurlijk een tijdje meegedraaid. Nu, ja, je krijgt nu weer de afweging. We willen wel derde worden. Weet je, dat is een beetje de pest voor jeugdspelers. Want wanneer krijgen ze dan wel een kans? Ik zou ze gewoon een kans geven. Maar ja, ik ben geen trainer van Feyenoord. Ik zal het vermoedelijk ook niet worden.